Op 20 en 21 juni 2019 zal Suriname de EU-CELAC High Level Meeting hosten. Verschillende landen komen hier naartoe om op beleidsniveau met elkaar te brainstormen over hoe de drugsproblematiek samen aan te pakken. Het is goed te weten dat wij vorig jaar, 2018, ook al co-host waren van dit evenement. Dat was dus in Bulgarije. En wij hebben ervoor gekozen, samen met de Buitenlandse Zaken, om dit jaar weer de co-host te zijn, maar dan als gastland, om als gastland op te treden, om op dit mechanisme te kunnen ontvangen en te organiseren in Suriname. We hebben daarvoor gekozen omdat Suriname een voorgoede rol wil vervullen in de strijd tegen drugs. Het is goed dat wij eigenlijk ook verder teruggaan. In 2003, tijdens de OAS Special Summit on Security, hebben wij met elkaar gezien binnen de regio dat je veiligheid niet meer kan bezien vanuit staatsveiligheid, de enge benadering, waarbij je alleen maar zou kijken naar de veiligheid verdedigd door militairen. Vandaag aan de dag wordt veiligheid heel breed aangepakt. Het wordt multidimensionaal bekeken en op grond daarvan wordt veiligheid gezien in samenhang met nationale ontwikkeling. Dus veiligheid en ontwikkeling gaan samen, die kan je niet loszien van elkaar. En als je dus zou kijken naar het directoraat Nationale Veiligheid, wij praten altijd over de garantie die wij moeten bieden voor het waarborgen van de nationale veiligheid. Dus in contact, in relatie, in samenhang met de nationale ontwikkeling. Neem je dus nu veiligheid. Neem je nu de drugscriminaliteit die ervoor kan zorg dragen dat het niet goed gaat met een land, zowel het menselijk kapitaal als ook de imago schade die een land kan hebben met een teveel aan drugs, invoer, uitvoer, het gebruik van de verhandeling daarvan in een land, dan zeggen wij, wij moeten als DNV een voorgoede rol samen met andere instanties vervullen om ervoor zorg te dragen dat Suriname veilig staat en blijft. Wij hebben dus ervoor gekozen, als je dus ernaar kijkt hoe we ons bewegen binnen EU-CELAC vandaag aan de dag, zeggen wij, in deze regio worden wij vaak gezien als de zijnde landen die zorgen dat de drugs geproduceerd wordt, zorgen dat de drugs wordt vervoerd naar andere gebieden. Drugs moet u zien in relatie, er is een supply en een demand. Die kunnen niet los gezien worden van elkaar, ze trekken elkaar continu samen. En wij zeggen van wij worden gezien als supply countries in de regio. En die dynamiek moeten we gaan veranderen. Wij willen niet supply zijn van illegale drugs. Wij zouden ook, terwijl we bezig zijn, samen met andere landen de drugscriminaliteit te bestrijden, moeten wij ervoor gaan om die nationale ontwikkeling die wij voorstaan voor onze landen, om die op te gaan krikken. En hoe kunnen wij dat doen? Om dit potentieel dat we hebben, onze rijke gronden, onze vruchtbare gronden, waarvan men zegt hier groeit goede drugs, omzetten om te zeggen hier groeit goede medicinale drugs die wij met elkaar nodig hebben om ervoor zorg te dragen dat het welzijn van de mens wordt bevorderd. En dat gaan wij dus ook tijdens deze EU-CELAC gaan we dus dan verder benadrukken. Het mechanisme heeft tot doel om de drugsproblematiek, welke all over the world is, gezamenlijk aan te pakken. Daar hebben we het over die bestrijding en het indammen. Suriname behoort tot de CELAC. We zijn uitgewezen als de host van deze meeting. Vandaar dat het in Suriname gehouden zal worden. Wat de bedoeling is van deze meeting, is om met alle andere aanwezige landen, de genodigden, van gedachten te wisselen. Er zal een uitwisseling van die best practices plaatsvinden. Maar ook die bad practices. De ervaringen zullen met elkaar gedeeld worden. Alleen maar om te komen aan een stukje aanscherping van ons eigen drugsbeleid. Daarnaast moeten we ook bekendheid geven aan Suriname. We moeten dat deel van toerisme niet vergeten.
Dat is in het verlengde van de bestrijding van ons drugsproblematiek. Waarom is Suriname? Ja, erbij komen kijken ook. Suriname wordt gezien, en dat kunnen we niet ontkennen, als doorvoerstaat, doorvoerhaven. Wij produceren niet. Dat gebeurt in Latijns-Amerika. En via Suriname gelukt het mensen soms om de drugs door te voeren naar Europa, Amerika en Zuid-Afrika. Vandaar dat die samenwerking, ja, van eminent belang is. En dan is het niet alleen maar op het gebied van drugs. Maar met ons drugsproblematiek gaat ook de gezondheidszorg in beeld moeten komen. Want die nazorg van eigenlijk ook hier in Suriname, de mensen die op een of andere manier ook zich genoeg hebben gedaan, ja, aan het gebruik van drugs en die verslaafd zijn geraakt. Dus het is een aaneensluiting van verschillende zaken welke besproken gaan worden. En dat alles, ja, wat Suriname betreft, zal plaatsvinden onder eigenlijk supervision van het Nationaal Drugs Masterplan, welke geformuleerd is, ja, op basis van de gedragsverplichtingen waaraan Suriname ook moet voldoen. Maar alles valt in staat, ja, met samenwerking tussen verschillende actoren. Die samenwerking is er al. Suriname heeft een goede samenwerking met de DEA, de UNODC, SICAD, om maar enkele van ze te noemen, omdat we het niet alleen gaan kunnen. Ja? Dus we hebben de hulp en de samenwerking nodig van de overige landen. Wel in dit geheel, wij zullen participeren samen met alle andere landen. Het is de 21ste high-level meeting voor de EU, dat we zeggen Europese regio, en de CELAC. CELAC gaat voor het Caribisch gebied en Latin America. Suriname maakt deel uit van het Caribisch gebied. En daarom, en het is met betrekking tot drugs, daarom zal ook de Nationale Antidrugsraad participeren. En wat wij daaruit verwachten, is dat wij ervaringen met elkaar kunnen delen en kunnen praten de 2 dagen over alles dat te maken heeft met drugs. En niet in de vorm van de handel alleen. Dus, en dat is supply reduction. Met supply reduction bedoelen we dat alle diensten van het ministerie van Justitie en Politie daarmee betrokken worden om de drugshandel in al zijn facetten krachtig aan te pakken. Het ministerie van Volksgezondheid is betrokken bij verslavingszorg. Dat wil zeggen zowel preventie als terwijl de behandeling van de personen die gebruiken. Dus je hebt aan de ene kant de politie die de handel aanpakt, maar aan de andere kant de mensen die gebruiken, die hebben hulp nodig. En daarvoor vraagt de Nationale Antidrugsraad extra aandacht. Het is heel lastig wanneer mensen Suriname vergelijken met andere landen. Iedereen die een eigen individu is, vindt het niet leuk om vergeleken te worden met een andere persoon. Want je weet, je bent uniek, je hebt je eigen talenten. Zo is dit land ook heel erg uniek. Vergeleken met het Caribisch gebied zijn we bijzonder uniek in onze culturele samenstelling, bevolkingssamenstelling. Maar daarmee, met het unieke, komen ook de problemen. Want wanneer je voorlichting geeft of preventie doet of behandeling, moet je elke bevolkingsgroep kunnen bereiken met hun specifieke culturele achtergronden. En daarin zit een beetje een moeilijk aspect. Ik denk dat het een vereiste is om internationale veiligheid te kunnen waarborgen, dat landen samenwerken. En eigenlijk heeft de collega van mij, van Colombia, die laatst hier was, het heel mooi gezegd. We moeten terug naar het multilateralisme om veiligheid voor alle landen eigenlijk na te streven. Omdat je het als land, als regio niet alleen kan. We hebben een common enemy. Als we kijken naar de drugsmisdaad en de grensoverschrijdende karakters die het en vormen die het aanneemt, dan zou je met elkaar moeten werken. In dat verband heeft Suriname reeds 2 jaren het co-voorzitterschap, dus we zijn mede-voorzitter
van het EU-CELAC Brussel-mechanisme. Wat houdt dat in? Het is niets anders dan dat Suriname lid is van de CELAC. Het is de groep van landen van Latijns-Amerika en de Caribische regio en de Europese landen aan de andere zijde. In Suriname co-chairt samen met Roemenië dit mechanisme. Omdat, zoals ik zeg, beide regio's, de wereld, kampt met problemen van veiligheid en we moeten het samen doen. En dat innemen van het voorzitterschap geschiet vanuit onze ambassade in Brussel. En waarom de ambassade in Brussel? De ambassadeur die wij daar geaccrediteerd hebben, heeft twee functies. Een bilaterale en een multilaterale functie. En zo is ze behalve onze ambassadeur, dat is ambassadeur Burleson, bij de regering van België, ook de ambassadeur voor ons bij de EU. En als zodanig is zij dan de co-chair. BUSA, dat is wat ik eerder aangaf, wij doen de vertaling van beleid nationaal. Als land willen wij ook een coach, willen wij ook hard werken om drugs te bestrijden en om dat fenomeen te doen. In dat kader werken we met nationaal de relevante actoren. En wie zijn de actoren nationaal? DNV, het Directoraat Nationale Veiligheid, het Ministerie van Justitie en Politie, de NAR, waar nodig het Ministerie van Defensie. Zo werken we dan met elkaar. Samenwerking is de enige manier waarop je ontwikkeling kunt realiseren. En als er zaken zijn in het ontwikkelingsproces die dat steunen, zoals de bedreiging van misdaad in deze drugsmisdaad, dan dien je samen te werken. En zo is deze meeting voor ons als land ten eerste. Suriname is een bijzonder briljante, geweldige, unieke, cultureel diverse toeristische bestemming. We hopen dat wanneer die 100 zoveel mensen hier rondlopen tegen die week, wij ook de boost kunnen geven aan de horecasector en ook het toeristisch gebeuren wat betreft Suriname als toeristische destinatie. 2. Het helpt ons realiseren nationaal gestelde doelen. U hebt de minister van Juspol gehoord in de DNA wat betreft de bestrijding van misdaad, met name drugsmisdaad. Dus in dat geval is het voor ons het concreet halen van gestelde doelen. En ten derde geeft het concreet weer hoe het buitenlands beleid wordt ingezet om de nationaal gestelde doelen enige realisatie te geven om ze te kunnen bereiken.